Hey, hallo Erik hier. Weer met een volgende video uit Schotland. Super vette omgeving hier. Glencoe zitten we in Schotland. Robbie en ik, vriend van mij en ik. En ik wilde in deze video het heel graag met je hebben over hoe aantrekkelijk het is als je jezelf bent en helemaal vanuit je eigen zuiverheid leeft. Ik wil daar het volgende over vertellen. Ik ben samen met Yvonne en Yvonne die is heel mooi aan het groeien. En die is heel mooi ook steeds meer naar buiten aan het brengen. Wie ze is, wat ze doet en hoe ze dat doet. En ze is heel positief en ze is heel authentiek en heel sereen en zuiver en mooi en prachtig. En ze is bezig met een opleiding Chinese geneeskunde en ze heeft een hele mooie training ontworpen. Een beetje mindfulness voor beginners, zo'n beetje. Heartfulness. En is heel mooi. En zij komt nu er nu achter dat als je, dat is een beetje flauw misschien, ze ziet nu dat wat Yvonne en ik samen delen. En ik heb het altijd over missie en kernwaarden en doen waar je blij van wordt en jezelf laten zien hoe jij je leven wil leiden in vrijheid, in verbinding, in liefde, in autonomie, in authenticiteit en zo. Merkt Yvonne nu dat wat ik al eventjes doe met mijn onderneming, mensen inspireren en dat er dan mensen op afkomen die dat dan interessant vinden, dat zij dat ook nu heel mooi op haar pad krijgt steeds meer, omdat zij ook steeds meer naar buiten aan het treden is. En dat is heel aanstekelijk, want op het moment dat je positief bent, of vrolijk, of blij, of gezond, of happy, of allemaal, en je gaat ermee naar buiten treden, dan werkt dat heel mooi voor mensen die daar dan nog niet zijn, of die dat heel erg aantrekkelijk vinden. En dat vindt ze ook best wel in die zin confronterend of moeilijk, of interessant in ieder geval. En daar hebben wij mooie gesprekken over. En dat is volgens mij wel wat deze tijd om vraagt. Als wij allemaal helemaal onszelf mogen zijn en helemaal vanuit onszelf mogen gaan staan en ons leven mogen leiden. Als man, vrouw, vader, moeder, dochter, zoon, werknemer, ondernemer, coach, teacher, healer, trainer. Hoe je jezelf ook ziet, wat je ook bent of welke rol je zelf ook aanmeet. Dan wordt het herkenbaar, want dan zeggen mensen, hey, hij of zij doet het zo en hij zegt dit, hij zegt dat, zij zegt dit, zij zegt dat, zij doet zo. Zij komt zo naar buiten, zij is heel liefdevol, zij is heel open, zij is heel eerlijk, zij is heel authentiek. En zo zijn er heel veel mooie mensen op mijn pad gekomen de afgelopen tijd sowieso. Die staan voor verbinding, die staan voor zuiverheid, die staan voor authenticiteit, die staan voor jezelf ontdekken in alle uithoeken van het leven. Die staan voor, hey, ga nou eens leven voorbij de plaatjes. Die zeggen, hey, ga eens in je vrouwelijk leiderschap staan. Hey, ga nou eens jezelf lief vinden en mooi en prachtig. Allemaal van dit soort prachtige lichtwerkers, spiritual beings, mensen, hoe je ze ook kan noemen, die zijn super aantrekkelijk. Want de andere mensen die komen daarop af, die zien dat, oh wauw, liefde en licht. Wat is dat nou, liefde en licht? En dat werkt gewoon heel aanstekelijk. En dat is volgens mij wat we nodig hebben. Dat we allemaal onze eigen plek heel goed weten. En vanuit daar ook dat mogen gaan preachen. In video's, in blogs, in vlogs, op websites, in trainingen, op televisie, in kranten, in theaters. Daar nodig ik eigenlijk steeds meer mensen voor uit. Van ga nou eens helemaal voorbij de plaatjes. Voorbij datgene wat je bedacht hebt. Of voorbij waarvan je dacht dat klopte. Ga eens gewoon echt goed voelen, wie ben je, waar sta je voor, en ga daar nou eens mee naar buiten treden, want dat werkt heel aanstekelijk. En dat het dan misschien ook verwarrend is voor mensen die dat, omdat je dan in één keer heel veel liefde gaat ervaren, of dat je denkt, gaat het dan over liefde? Ja, liefde, hoe is dat dan verliefdheid? Is dat dan het, nee, volgens mij niet per se. Dus als je dat durft, om daar een leider te zijn, voorop te staan, voorop te gaan en te staan. Dat is heel, heel interessant en heel fijn. Dus ik nodig eigenlijk iedereen, misschien zit je nou wat te kijken en denk je, hey, ik wil ook een leider zijn. Ik wil ook inspireren, verbinden, preachen, teachen,
over jezelf lief vinden, mooi vinden en wat dat dan voor jou is. Als we dat allemaal gaan doen, wordt het echt wel heel vet. Wordt het heel mooi in de wereld. En de wereld is al mooi. Moet eens kijken waar ik hier nou weer ben. Dat is toch prachtig. Gewoon tijd nemen voor jezelf. En daar met Robbie, vriend van mij met wie ik nou ben, prachtig over verbinden met elkaar. Mooie gesprekken voeren. Ik mag hem daarin inspireren. Hij inspireert mij door de dingen die hij ziet en zegt en beleeft. Dat is prachtig, mensen. Ik ga het allemaal doen. Dat wilde ik graag delen in deze video. Heb het goed. Tot de volgende.